Welkom bij Mea Medica Dental, medicatieveiligheid voor de tandheelkundige zorg. Met Mea Medica Dental wordt de vertaalslag gemaakt van de medische anamnese naar de impact ervan op de tandheelkundige zorg. Door middel van medische tandheelkundige interacties wordt de impact van medicatie of aandoeningen op het mond- en halsgebied eenvoudig inzichtelijk gemaakt. Vele medicijnen kunnen invloed uitoefenen op de mondgezondheid. Om al die mogelijkheden inzichtelijk te maken, worden ze per medicijn weergegeven, met tevens een indicatie van de mate waarin het voorkomt. Met deze kennis kunnen bepaalde problemen in de mond teruggeleid worden naar medicijngebruik en kan een behandeling zo nodig worden aangepast. Ook aandoeningen kunnen al vele problemen veroorzaken. Dit overzicht deelt de MTI-signalen in 3 categorieën. 1. De mogelijke effecten van de aandoening. 2. De mogelijke consequenties voor de behandeling. 3. De mogelijke voorzorgen waar rekening mee gehouden kan worden. Bovendien zijn de geldende richtlijnen in de MTI's verwerkt, zodat snel de juiste informatie toegankelijk is. Deze informatie geeft de mondzorgspecialist patiëntspecifieke aanbevelingen over potentiële medicatiebijwerkingen, intraorale manifestaties van lichamelijke aandoeningen en het voorkomen van acute situaties. Mea Medica Dental is ontwikkeld om de zorgverlener te ondersteunen bij het leveren van veilige zorg. De medisch-tandheelkundige interacties kunnen worden geëxtraheerd uit medische gegevens die de patiënt verstrekt, zoals een recente medische vragenlijst, anamnese, recent medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. De patiënt kan deze gegevens op zijn gemak thuis invullen en de resultaten zijn dan beschikbaar voor controle door de zorgverlener. Natuurlijk kan deze informatie ook nog in de praktijk worden ingevuld en of aangevuld. De medische vragenlijst maakt gebruik van de in 2023 gecontroleerde en aangepaste vragenlijst die in samenwerking met ACTA is ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt actief onderhouden. Het is voor de zorgverlener mogelijk om in zijn admin-account COVID-vragen aan of uit te zetten. Tevens kunnen op alle vragen uit de medische vragenlijst alerts worden aangemaakt, zodat de zorgverleners in jullie praktijk geattendeerd worden op voor jullie belangrijke onderdelen uit de medische vragenlijst. Dit is volledig naar wens in te stellen. De zorgverlener ziet bij de samenvatting alleen de vragen die afwijkend zijn. Dit geeft snellere inzage in de gezondheid van de patiënt. Natuurlijk valt ook altijd de gehele ingevulde vragenlijst in te zien. Indien een patiënt binnen 6 maanden bij de praktijk terugkomt, wordt er volstaan met 3 update-vragen. Bovendien is er een mogelijkheid om snel een nieuwe anamnese te registreren als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige bezoek. Alleen wanneer er wijzigingen zijn in de gezondheid, wordt de volledige vragenlijst weergegeven. Als bij controle met de patiënt blijkt dat de voorgestelde ASA-score niet de juiste is, kan deze handmatig worden aangepast. Geef hierbij een motivatie, zodat je altijd later terug kan vinden wat jouw redenatie was. Naast de anamnese kan de patiënt zijn medicijngebruik invullen. Dit kan rustig van tevoren thuis worden gedaan, zodat er een mogelijkheid is om de namen van medicatie na te kijken. Voor een snelle duiding wordt per medicijn de medicijngroep weergegeven. Voor meer informatie kan op het vergrootglas worden geklikt. Als in het overleg met de patiënt blijkt dat er een wijziging moet worden aangebracht, dan kan dat hier gelijk. Tevens is er een snelkoppeling om de informatie over dit medicijn in het farmacotherapeutische kompas snel in te zien. Informatie over de aandoeningen wordt verzameld bij het registreren van medicijngebruik. Maar natuurlijk kunnen aandoeningen ook los worden toegevoegd. Net als allergieën. Het kan gaan om medicijn- of behandelinggerelateerde allergieën of om meer algemene allergieën. In Mea Medica Dental kan ook een voorschrift worden aangemaakt. Bij het voorschrift wordt uitgegaan van de reden van voorschrijven en aan de hand daarvan worden suggesties weergegeven. Daar hoeft geen gebruik van gemaakt te worden. Er kan ook eenvoudig zelf een medicijn gekozen worden. Na selectie van de medicatie vindt er een interactiecheck plaats, waarbij een snel vergelijk tegen het huidig medicijngebruik plaatsvindt. Mogelijke interacties kunnen direct geadresseerd worden, door bijvoorbeeld een ander medicijn te kiezen. Omdat ook bij de toediening van verdoving interacties kunnen optreden, wil je die controle vooraf laten plaatsvinden. Om die reden is er een snelkoppeling in de eerste pagina beschikbaar, die specifiek gericht is op de toediening van verdovingen. Suggesties zijn beschikbaar om het proces nog sneller toegankelijk te maken. Na de interactiecheck kan toediening plaatsvinden en de verbruikte hoeveelheid wordt genoteerd, om registratie van de toediening te vereenvoudigen.
Met Mea Medica Dentaal kan medicijnveiligheid in de mondzorg verbeterd worden, waarbij eenvoudige weergave helpt bij het navigeren naar relevante informatie. Mochten er naar aanleiding van deze video vragen rijzen, dan horen we dat graag.